hip-hop and R&B. Juice. It's Juice. Je kijkt naar Juice op Slam TV. Ik ben Jeff en ik sta nu op het Boogie Down Breda Festival in Breda natuurlijk. Het is een hip-hop festival. Er is hier genoeg te doen. Skateboarden, er zijn optredens. Denk aan Frisco, Kraantje Papi, Postman, Public Enemy. Noem maar op, ze zijn er allemaal. We gaan even een kijkje nemen op het festival. Ga je mee? Ik sta hier met Kraantje Papi op het Boogie Down Breda Festival. Je hebt net opgetreden. Hoe was het? Het was te gek, man. Het was... Ik ga niet liegen voor je, het was echt lang geleden dat ik voor een echt hip-hop-minded publiek stond, weet je wel. En het was weer eventjes weer anders, maar I loved it, weet je wel. De oprechtheid, je moet het bewijzen voor het publiek. Ja man, I like it, zet je weer op scherp. Het was tof. Het was te gek, ik stond ook even in het publiek, zag het publiek heen en weer gaan. En je eindigde met Van God Los. Sta je ook zo in het leven? Of? Nee, het is in principe beide. Het is voornamelijk een nummer, maar het is wel zeg maar wat ik zeg op het einde. Die laatste zin is ook gewoon van, ik weet niet meer wat er was, maar volgens mij was het master, weet je wel. Dus het, eerlijk is eerlijk, een drankje te veel maakt me wel redelijk van God los, maar over het algemeen ben ik niet zo. Ja, je debuutalbum, Crane, groot succes. Dikke hits, waar is Kraan, wat nou als het lukt? Wanneer komt het vervolg? Ik zit weer in de studio, we zijn alweer een aantal nummers af. Mijn streven zou zijn om in oktober, november weer geluid te maken. Of dat in de vorm van een hele plaat of een EP zou zijn, dat is even bezien. En ik moet ook zeggen, ik zeg dat zo uit de losse pols, ik moet natuurlijk netjes overleggen met Jiggy. En, want ik weet dat er liggen platen klaar van Hef en Jiggy is een eind. Dus hey, we zijn vrienden en collega's, dus je hebt met elkaar te maken. Maar in een ideale situatie zou ik in oktober, november weer wat doen. Night tell em. I know, they ain't know what I'm on. Sorry, excuse me, how I'm feeling right now. Soon they gon' understand. Ik sta hier met Sander van Human Rights Tattoo. Sander, wat houdt het precies in? Nou, wij zijn bezig met de verklaring van de mensenrechten te tatoeëren. Letter voor letter. Letter voor letter? Ja, dus de verklaring uit 1948, toen opgesteld. 30 artikelen voor de mensenrechten. Die tatoeëren letter voor letter. Ieder persoon krijgt één letter. Over hoeveel letters gaat het dan? 6773. En hoeveel hebben jullie er al getatoeëerd? We zijn nu geloof ik bij 150. Okay. Nog een lange weg te gaan dus. Ja. Het is een project van jaren. Gode Lieve laat nu een tatoeage zetten. Waarom doe je het eigenlijk? Omdat ik het eigenlijk wel mooi vind om een deel van de rechten van de mens voor altijd met me mee te dragen. Ja. Als herinnering. En wat proberen jullie hiermee te bereiken? Nou, we willen natuurlijk dat de mensenrechten door iedereen die de tatoeage heeft uitgedragen worden. Dat is hartstikke belangrijk. Heel veel mensen kennen de rechten niet eens. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. Behalve omdat ze, als je ze niet kent, kun je ze ook niet eerbiedigen. Dus we willen eigenlijk een groep van 6773 mensen die straks samen die verklaring uitdragen als een soort ambassadeurs. En 1 centimeter, vierkante centimeter van hun huid opofferen voor de rechten van de mens. Nigga blowing on that ale, hey yo. Breaking down them trees. I'm out the door with that drone and peas. Scooping up drinking, I'm hitting the freeway. Yeah. Got a whole zip of that perk. Got a couple hoes home with no clothes on. Get a roll on, let's twerk. Now we hotboxing that ghost. Ace all in that dough. Ray-Bans on my face. Never know when my eyes low. Ik sta hier met Frisco op het Boogie Down Breda Festival. Wanneer kunnen de fans een nieuw album van jou verwachten? Ja, ik ben gewoon bezig en ik maak altijd muziek. Het is natuurlijk gewoon een hobby. Dus ik heb nu zoiets van Masquerade is af. Hij gaat nog lekker. Mensen kennen alleen maar 2 singles. 2 grappige singles. Ja. Dus ze kennen niet eens, mensen die alleen de singles kennen, kennen nog niet eens het autobiografisch verhaal van het album. Dus ik wil nog eventjes wel wat dingetjes laten horen van het album Masquerade en daar nog wat clips van uitbrengen. En ondertussen maak ik gewoon album 3 op mijn dode gemak. En als dat volgend jaar af is, is het dan. Als het over 2 jaar af is, is het dan. Maar het gaat niet langer duren dan, nee. Je huidige single is op de hoogte? Ja. Weet je al wat de nieuwe single wordt? Ja, maar dat ga ik nog niet zeggen. Maakt niet uit, we merken het vanzelf wel. I'm soaked in blood, but I'm still here.
hip hop, heartbreak, straight lace, deep bass, 808 plus the mixtape. Ik sta hier met de legendary Postman op het Boogie Down Breda Festival, backstage natuurlijk. Mannen, fantastisch om jullie weer op het podium te zien. Ja, cool man, thanks. We vinden het ook dope om hier weer te kunnen staan, te mogen staan. Dan, ja. Ja man, Michael X is natuurlijk ook bij. Welk lied deden jullie op het eind? Op het Downhill en This Life, ja. En Crisis hebben jullie ook gedaan? Precies, en, maar dat nummer moet natuurlijk, maar het valt een beetje overeen met de crisis op dit moment. Ja, maar het weet wat is, toen we hem maakten, viel hij ook in de crisis. Toen was het ook crisis, weet je. Dus is crisis al over, dus weet wat nu weer. Weet je wel, zelfs politieke partijen hebben ons benaderd om het te gebruiken. Je weet toch, dus we zijn daar een beetje hesitant over. Maar kijk, het is een tijdloze song. Weet je wel, dus, en dat bewijst het weer. Weet je wel, het is niet gebonden aan tijd. En dat is dope, weet je wel. Want ja, dan kan je hem blijven doen. Wanneer komt er weer nieuwe muziek uit voor jullie? We hebben nieuwe muziek af. We hebben echt een paar joints waar we echt blij mee zijn. Weet je wel, waarvan wij zoiets hebben van dit gaan we brengen. Want dat hebben we de afgelopen paar maanden lopen opnemen, checken van welke richting gaan we doen. We hebben nu wel een weg gevonden en we kijken nu naar wat de mogelijkheden zijn om uit te brengen. Weet je, niet alleen Nederland, want als we hem nu hier uitbrengen, dan moeten we vervolgens weer ergens anders weer heel de circus weer overnieuw doen. Dus we zijn nu volop aan het praten, maar we komen sowieso, we hebben al nieuwe shit, dus mensen gaan het sowieso horen. Dus het wordt een internationale release? Dat sowieso, ja. Dat sowieso. Nice. Hip-hop and R&B. Juice is Juice.